allemaal, welkom bij Fem. De video van vandaag is een beetje anders dan de video's die ik tot nu toe heb gedaan. Er zijn deze week best wel veel beauty video's op Fem en ik dacht, weet je wat, ik ga het over een iets andere boeg gooien. Ik ga het een beetje hebben over inner beauty, ongeveer dan. In deze video wil ik wat tips geven over hoe je jezelf beter kunt voelen als je een beetje down bent. En als je gewoon even, ja, niet in een hele positieve flow zit, om het zo maar te zeggen. Ik probeer niet een of andere positiviteitsgoeroe te zijn, want dat ben ik niet. En bovendien kan je gewoon niet altijd 100% positief zijn. Iedereen heeft wel zijn dipjes en gewoon even van die momenten dat je wat minder voelt. En ik hoop dat deze tips je dan toch een beetje helpen om je iets beter te voelen. Dus kijk mee en dan ga ik jullie mijn tips geven. Mijn eerste tip is fake it till you make it. En dat, ja, klinkt misschien een beetje gek als ik het zo in het Engels zeg. Maar het gaat gewoon om door te doen alsof kun je het soort van waarmaken. Nou, nu gaat het heel zweverig klinken. Dat is absoluut niet mijn bedoeling. Het is meer van, stel, je moet een presentatie geven. Of je zit in een situatie waar je niet heel comfortabel voelt. Doe dan gewoon alsof. Ik heb wel eens echt, dan moet ik presentaties geven. Of dan ben ik bijvoorbeeld bij een event waar ik niet zoveel mensen ken. En dan voel ik me eigenlijk heel erg onzeker. Maar ik laat het niet merken. Ik doe gewoon alsof ik heel stevig in mijn schoenen sta. Schouders, borst vooruit. Je snapt wat ik bedoel. Ga met die banaan. En gewoon, ja, doen alsof. En datzelfde pas ik ook heel vaak toe als ik een beetje down ben. Wat je heel vaak merkt, als je chagrijnig bent, dan gaat alles mis. En dan zijn alle mensen waarmee je te maken hebt, die zijn stom. En dan is er niks helemaal leuk. En wat ik dan vaak gewoon doe, is dat ik gewoon, ja, toch een glimlach op mijn gezicht zet. En dat ik toch probeer positief en vrolijk te zijn. En je merkt dat mensen daarop reageren. En doordat mensen daarop reageren, voel je meteen een stuk beter. Het is dus niet zozeer iets heel zweverigs, maar als je doet alsof, dan merk je vaak dat toch dingen zich daarnaar aanpassen. Als je een beetje down bent, dan heb je vaak zoiets van dat je terug gaat denken naar dingen die je hebt gedaan en dat je daar spijt van hebt. En ik heb dat zelf heel erg sterk gehad. Ik heb een periode gehad dat ik niet zo helemaal happy was. En dat had vooral heel erg te maken met mijn studie en dingen in die periode. En ik had zo'n spijt van keuzes die ik had gemaakt. En daar, ja, maakte ik mezelf zo boos om. Ik denk, stommerd, waarom heb je dat gedaan? Of wat dan ook. Ik keek de hele tijd terug naar het verleden en keek de hele tijd van, wat had ik beter kunnen doen? En toen zei iemand in die periode iets tegen me wat nog steeds altijd bijblijft. En wat ik ook heel vaak weer terughaal. En dat was van, ja, maar je maakt keuzes op dat moment met de kennis die je hebt op dat moment. Dus ja, je kunt achteraf wel zeggen, had ik dat maar anders gedaan? Maar op dat moment maak je de keuze met de kennis die je hebt van dat moment. En daarom hoef je ook niet bang te zijn dat je diezelfde fout opnieuw maakt. Ik was bijvoorbeeld heel erg bang om mijn studie opnieuw te verknallen, wat ik toen dus ook deed. En toen zei die persoon ook tegen me van, ja, maar je hebt nu de tools die je op dat moment nog niet had. En daarom hoef je niet bang te zijn dat dezelfde fout je nog een keer overkomt. Nog iets wat ik in die periode heb geleerd is dat het heel erg belangrijk is om je niet op één ding in je leven te focussen. Het ging toen heel slecht met mijn studie en het lukte maar niet. En op dat moment was ik ook heel veel met mijn site bezig. En toen heb ik serieus overwogen om gewoon helemaal met mijn blog te stoppen. Omdat ik dacht van, nou hup, dan ga ik me focussen op die studie. En toen zei de studieadviseur tegen me van, nee, dat moet je niet doen. Want op het moment dat je maar één groot ding in je leven hebt en daar draait alles om. En dat gaat mis, dan ligt eigenlijk je hele leven in puin, om het zo maar te zeggen. Als je alleen maar op je werk focust. En daar gaat het even niet lekker, je bent gestrest, er gaat van alles mis. En dat gebeurt dan en je hebt verder niets anders om je dan nog op te focussen. Dan komt die klap zoveel harder aan. En op het moment dat je dus focust op je hobby's, op je vrienden, daar gewoon flink tijd in steekt, komt die klap veel minder hard aan en voel je een stuk beter. Ik gaf in mijn studietips video al de tip van hoe eet je een olifant, hapje voor hapje. En dat is op heel veel dingen toepasbaar. Ik gebruik het onder andere bij mijn studie, maar het is eigenlijk voor elke taak of elk project wat je wil gaan doen, daarop is het toepasbaar. Stel je wil 10 kilo afvallen en je kijkt in de spiegel en je denkt, jemig, hoe moet ik dit doen? Dan moet je realiseren van, nou, hoe eet je een olifant? Hapje voor hapje. En op die manier, stapje voor stapje, dan kom je dichter bij je doel. Als je iets, een heel groot iets moet doen, dan lijkt het heel overweldigend. En dan denk je, nou, dit gaat nooit lukken. Maar als je het in kleine stukjes hakt en dus beetje voor beetje doet, wordt het ineens een stuk behapbaarder. En voel je meteen een stuk beter, omdat je weet dat je veel meer de kans maakt om het gewoon goed te doen. Als laatste tip wil ik jullie geven om je niet te veel op anderen te focussen. En zeker met social media en zo zie je heel erg wat mensen doen. En is het logisch dat je dat gaat vergelijken met je eigen leven en met dingen die je hebt.
Maar je moet je heel goed bedenken, uiteindelijk draait het allemaal om jezelf. Het draait niet om wat andere mensen van je denken. Het draait niet om het leven van anderen. Dat is hun leven, daar heb jij verder niet zoveel mee te maken. Maar gewoon puur dat je zelf happy bent. En nee, dan heb je misschien niet een iMac of wat dan ook. Ik zeg nu even iets heel stoms. Of dan heb je misschien niet alles wat anderen hebben. Maar uiteindelijk draait het erom of jij tevreden bent. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor dingen doen voor anderen. Vroeger ging het mij heel erg om wat anderen van mij vonden. En daar was ik heel erg mee bezig. En dat is zo ontzettend zonde. En later realiseerde ik me ook van, ja, maar dat heeft helemaal geen zin. Wat maakt dat uit? En bijvoorbeeld ook dingen als, vroeger wilden mijn ouders heel graag dat ik ging studeren. En ik had er eigenlijk helemaal geen zin in. En toen ging het ook niet. En op het moment dat ik voor mezelf besloot, ik wil studeren omdat ik het wil, ja, dan gaat het wel. Dus doe dingen voor jezelf, vergelijk je niet met anderen en geloof me, je zult je echt een heel stuk beter voelen. Dit was misschien een hele andere video dan ik normaal doe, maar daar is Fem ook voor. Fem is juist om, ja, gewoon is wat anders te doen dan anders. Ik maak al heel veel beauty video's, die ga ik ook nog steeds blijven maken. Maar ik vind het ook wel eens leuk om wat andere tips te geven waarvan ik denk, nou goh, hier hebben jullie hopelijk wat aan. Heel erg bedankt voor het kijken, vergeet je niet op Fem te abonneren en tot de volgende keer. Doei! Favoriete gezonde snacks laten zien. Ik ben zelf normaal van de koekjes, snoepjes en al die slechte dingetjes.